In 1901 gaat een grote wens van Thorn Prikker in vervulling. Hij krijgt de gelegenheid mee te werken aan een gezamtkunstwerk. Zijn vriend de huidarts Willem Leuring laat in Scheveningen een moderne villa bouwen door Henri van de Velde en vraagt Thorn Prikker mee te helpen aan de inrichting. Thorn Prikker werkt al eerder samen met Henri van der Velde die hem vroeg het batikontwerp voor deze stoel te maken. De Zeemeel is een voor Nederland uniek Art Nouveau huis. Het grootste deel van de inrichting wordt ook door Henri van der Velde vormgegeven. De uitbundig met dieren versierde wieg die Prikker samen met de beeldhouwer Johan Altorf maakt, lijkt niet op zijn andere meubelontwerpen. De gestileerde slakkenhuizen verwijzen naar de bescherming die de wieg aan de baby zou moeten bieden. In de ruime centrale hal maakt Prikker een grote wanddecoratie van 10 bij 4 meter. Het resultaat is iets totaal nieuws. Zeker in Nederland, waar nauwelijks voorbeelden bestaan van monumentale wandschilderingen in privéhuizen. De voorstelling lijkt op het eerste gezicht christelijk te zijn, maar is op het hindoeïstische fabelepos panchatantra gebaseerd. Willem Leuring noemde de wandschildering spel van het leven. Deze vermengingen van beeldtradities en van religies past uitstekend in de tijd rond 1900. Veel kunstenaars houden zich in deze tijd bezig met de theosofische denkwereld. De gebruikte technieken grijpen ook terug op verschillende tradities. Meerdere lagen gekleurde pleister zijn over elkaar aangebracht, waarna delen daarvan weer weggekrast of weggesneden worden. Een techniek die sgraffito wordt genoemd. Prikker en Altorf zijn staand op een hoge trap dagenlang met scherpe mesjes en beiteltjes in de weer. De weggesneden motieven worden soms weer opgevuld met een ander materiaal. Ten slotte is hier en daar nog verf aangebracht. Het is een heidenskarwei en een race tegen de klok, omdat Willem Leuring zijn huis graag snel wil betrekken. De muurdecoratie krijgt in Nederland veel waardering. Onder de indruk van Prikkers' werk in huis De Zeemeel zorgt de directeur van het museum in Kreefeld voor werk in Duitsland en meer zekerheid in de toekomst.